Hoe houdbaar zijn de businessmodellen? Ik denk dat er nog steeds heel veel businessmodellen zijn die prima houdbaar zijn, die niet volgend jaar kapot zijn, zogezegd. Maar ik denk dat de controle eraan moet wennen om heel kritisch te zijn op een hele hoop businessmodellen die echt in gevaar zijn. Als je het hebt over de digitalisering, de online markten waar mensen ineens actief op moeten zijn. En dus de kritische noot die je moet hebben richting je strategie en richting de KPI's en datgene waar je op stuurt, dat zal heel erg belangrijk worden. Veel belangrijker dan in de afgelopen jaren. Ik denk dat ten aanzien van nieuwe technologieën, ja, het buzzword is tegenwoordig digitalisering, maar als ik dat eventjes vertaal naar het controlesvak, is dat je echt op transactieniveau en op klantniveau intelligentie kan bouwen. Wat fantastisch is om verrassende analyses te doen. Dat doe je natuurlijk nooit alleen als controller. Maar als het gaat over hoe kunnen wij waarde creëren en rendement verbeteren, samen met marketing, ja, dan heb je tegenwoordig goedkoop de beschikking over heel veel data waar je fantastische dingen mee kan doen. Dat is een groot verschil met 10 jaar geleden. Wat is de houdbaarheid van het functieprofiel van de business controller? Die houdbaarheid is wat mij betreft nog steeds 100%. Ik denk dat je in de praktijk jezelf meer de vraag moet stellen, wat is de houdbaarheid van mij in het business controllers profiel? Ik zie dat dat profiel van de business controller zal, denk ik, voor heel veel mensen nog steeds een uitdaging blijven. En zal in een goede bedrijfsvoering alleen maar belangrijker worden. Ik denk dat ook niet-financiële mensen dat steeds meer zullen gaan ontdekken. En wat moet je daar, wat voor uitdagingen kom je dan in dat profiel in de praktijk tegen de komende jaren? Ik denk dat je de affiniteit met IT en wat IT voor jou kan betekenen qua ontsluiting van data, maar ook gebruikersgemak en ontsluiting van kennis richting je strategische proces. Als je dat niet omarmt, dan ja, is je eigen houdbaarheid in de business controllers profiel afnemend, vind ik.